Yo mensen, tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben Jens. Ik ben Luc. En vandaag gaan wij huttenbouwers deel 3 doen. Let's go. Oké mensen, vorige keer waren we hier gebleven. We hebben, dus gewoon nog steeds dit. We hebben deze paal in de grond gestampt. En deze paal. Dus ja, dan hebben we dit. En dan gaan we nou willen wij hier zo een tak aan vastmaken. En dan gaan we daaraan koppelen. En nog een tak hier aan vastmaken. En dan gaan we daaraan maken. En we hebben ook nieuwe spullen. Een zaag. Ja, en we hebben spijkers meegenomen. Zeker. En hamers. En we zijn bij mijn opa geweest. En die hadden nog plinten die weg mogen. Dus die gaan we ook gebruiken. Oké, dames en heren, de plank is in het midden. Ja. En één stuk is afgebroken tijdens het zagen. Ik weet niet hoe dat kan. Maar die gaan we dus aan de andere kant van de boom gaan we die ophangen. Hebben we zo'n trappetje. Dan kunnen we zo de boom in klimmen. Nou, oké mensen, wij gaan dus hier tussen deze tak. En deze gaan we een spijker erin slaan, want zoals je ziet, deze was voor ondersteuning, deze tak. Alleen hij is net iets te klein, dus dat heeft nu niet echt zin. Dames en heren, het is gefixt, we hebben voor een andere tak gebruikt, maar hij zit met een prachtige spijker erin. Ik film hier. Oh. Daar, prachtige spijker. Prachtige spijker erin. En nu gaan we deze tak hier vandaar naar daar vastmaken. Ja, let's go. Mensen hebben dikke progressie gemaakt. We hebben nou hier een balk aangemaakt. En hier aan deze kant ook. Er zit hier niet heel stevig uit, zeg. Maar dat is het wel. Maar hier komen nog meer planken aan. En ja. Ja. Dus mensen, wat we nu willen gaan doen is. We willen hier aan de binnenkant. Hebben we dit dus. Een soort ja, vierkant. Dan gaan we hierin. Gaan we alles uitgraven, zodat we iets dieper zijn. Dat is heel cool. Oké mensen, Luc zit boven in de boom. Kijk boom, Luc. En hij is een tak aan het proberen af te breken. Pardon. Oh, what the fuck. Ah. Oh. Sterkste tak die er maar is, want als slijt gewoon weer gebeurd. Harder slaan. Die tak is nog best erg. Ja. Mensen, content. Dikke sneeuw. Poei. Oké, dames en heren. Wat we nu van plan zijn. We hebben hier twee takken. En die gaan we nou even lang maken. Kijk. Wat ik ga doen. Zodra die even lang zijn, ga ik daar planken tussen doen. Zodat ik letterlijk een ladder krijg. Doe ik hier aan vastmaken. En hier bovenop komt dan deze grote plank. En dan hebben we een soort van toren waar we op kunnen staan. En dan ben je heel hoog. Stampen, 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 stampen. Oké, dames en heren, we hebben echt een flinke unit. Kijk. Inspectie. En dan leggen we het hier erop. Hebben we een soort van dak. En daar doen we dan allemaal kleine takjes, waardoor we het dak eigenlijk dicht maken. Nog zo op de boom. Ah, godverdomme. Fuck jou. Maar dit is hoe we nu op de boom. En zo ziet het er van bovenuit. Dit wordt eigenlijk ook gewoon een groot dak. En nu spring ik eraf. Gaat zien. Dames en heren, we hebben eigenlijk iets super diks. Ik heb de ladder afgemaakt. En kijk. Hij werkt nog goed ook. Ja, hij is echt zo slopen, jongen. En boven. Dan ga ik zelf ook maar even lopen. Hutsie. En we willen nou nog hierboven nog, hier zo. Mm-hmm. Willen wij die plank neer gaan zetten en dan vast timmeren. En dan kunnen we daar lekker op gaan staan. En gaan we daar nog een bankje op maken. Ja.
Oeh. Bim. Mensen, slecht nieuws. De plaat past er niet op. Ja, dat is heel jammer. Maar we gaan de plaat ergens anders voor gebruiken. Oké, mensen. We zijn al een kwartiertje verder ongeveer. Het dak begint al aardig vol te raken. Het is nou ons dak. Er komt weer een nieuwe tak bij. Prachtig. En dit is de hut tot nu toe. We hebben zelfs een raampje erin gemaakt, want daarom wou dat zo raam. Ja, een raam. Nou, ja, deze kant is eigenlijk helemaal leeg. Hoe even naar de andere kant. Dit is de andere kant. En hier hebben we ook een trappetje waar we naar boven kunnen. Dit is de andere zijkant. En dan zijn we weer terug hier. En het dak. Ja, dan gaan we nou even naar binnen toe. Hoppa. Even binnen ziet het er nog uit, ja. Maar je ondersteuningszak. Dat we niet zo heel veel gefilmd hebben vandaag, omdat we heel druk bezig waren met dit. Maar als Daan er weer bij is, dan kunnen we weer zo makkelijk, want dan zijn we met z'n drieën, dan kunnen we meer filmen. Dus like en abonneer en... Like en abonneer en de... Ballen. Ballen. Oké, mensen, like en abonneer en... De ballen. Doei. Brrr.